DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag de eerste thuiswedstrijd in de derde divisie tussen DVS 33 en ACV. ACV, een tegenstander uit Assen die wel wat betekend heeft in het zaterdagmiddag voetbal. Bert van Hunestein. Ja, zeker bij hun in de regio zijn ze natuurlijk al toonaangevend al die jaren. Maar landelijk is het nu ook fantastisch dat ze er weer bij zijn om op dit hoge niveau mee te doen. Ze hebben er wel een tijdje over gedaan, eigenlijk te lang. Ja, vind ik ook. Dat is eigenlijk net als Dovo, zeg maar. Dat zijn ploegen die horen in deze klasse thuis en het is ook fijn dat ze er nu bij zijn. Volgens mij heb jij zelf nog gespeeld tegen ACV. Ja, hier thuis heb ik op de broek gekregen en in de uitwedstrijd had ik de eer om het enige doelpunt te maken. Dus er zijn niet veel wedstrijden die ik onthouden heb, maar die daardoor wel. Goed, maar vanmiddag dus ACV en nu jij als trainer. Je hebt een goede week achter de rug. Ja, we hebben echt weer kunnen doortrainen, zoals het zo mooi heet. Op de facetten die we opbouwen pakken, naar aanleiding van Dovo, maar ook om die speelwijze verder te ontwikkelen. Op donderdag pak je natuurlijk ook de tegenstander mee. Hoe spelen die en waar ligt hun gevaar? Dus dat breek je allemaal. Je hebt een paar mutaties in de basis ten opzichte van verleden week tegen Dovo. Ja, we moeten natuurlijk Dennis Hollard, die is geschorst, die missen we. En we hebben ervoor gekozen om Mike Aris naar het middenveld te halen. En we hebben Benjamin Roemion weer terug. Wat vind jij zelf als trainer van die verandering van die spelregel? Twee gele kaarten in één wedstrijd, een rode kaart betekent een wedstrijdschorsing. Ben je het daarmee eens? Ja, het voelt een beetje als dubbel gestraft zijn, omdat je in die wedstrijd zelf ga je al met 10 man verder. En in die wedstrijd daarna mag je ook niet over een speler beschikken. Maar goed, uiteindelijk worden nu alle kaarten weer kwijtgescholden. Dus het zal moeten blijken. Je moet er even aan wennen aan dat systeem. Maar goed, ze zullen er waarschijnlijk heel goed over nagedacht hebben, het hoe en waarom. En dat gaan we ervaren. Dus zuinig zijn met gele kaartjes, maar daar heb je ook de ploeg voor, Bert. Ja, nou goed, dat is ook zo. En ze doen nooit hele rare zaken wat dat betreft. Maar ze zetten wel goed druk op de bal. Dus daar moet je het ook mee kunnen doen. Maar aan de uiteindelijk, overtredingen worden er altijd gemaakt in het voetbal. En het is soms wat harder dan de andere keer. Volgens mij zit er nog een mutatie hierbij ten opzichte van verleden week. Niels Buitenhuis is natuurlijk op het middenveld gekomen. Joran Alini terug is gezakt. En Benjamin Roemion? Ja, die had ik net aangegeven. Hè. Die komt op linksbuiten erbij. Oh, dat was ik nu alweer vergeten. Ja, maar geen Piet, dat zal de leeftijd zijn. Ja, dat denk ik haast ook. De opstelling van vanmiddag is een redelijk aanvallende, denk ik, Bert. Nou ja, je speelt thuiswedstrijd, je bent DVS 33 en dan wordt van ons verwacht. En dan vind ik ook dat daar onze kracht ligt in het aanvallende voetbal. Nou, als je goede spelers hebt om dat waar te maken, dan moet je daar ook van uitgaan. Dat wil niet zeggen dat je je achterhoede moet verwaarlozen, absoluut niet. We hebben ook extra aandacht aan besteed deze week. Want tegenstanders weten ook dat met de ruimte in je rug die je laat, hoe maakt de tegenstander daar gebruik van? En dat zal ACV ook vandaag proberen. ACV is echt een team, hè? Ja, fantastisch. Vorig jaar ook gezien. Echt een eenheid. En ik weet zeker dat hun goede trainer Fred de Boer dat ook weer opnieuw heeft weten te realiseren. Dus het is niet zomaar een wedstrijd die je even gaat winnen? Nee, maar in deze divisie win je niet zomaar. Maar we zullen er net zoveel energie in moeten steken als vorige week. En dan op de juiste momenten willen scoren, dan lukt dat. Maar je moet instellen op een goed ACV. En je loopt daar niet zomaar overheen, hoor. We wensen je in ieder geval namens DVS TV heel veel succes, Bert. Dankjewel. Het fluitsignaal klinkt. Scheidsrechter Tempelaar maakt een begin aan deze wedstrijd tussen DVS 33 en ACV. Hij is op de rol en Joran van Zanten kopt de bal soeverein terug in de handen van Paul Epping. En Basil Camara kan het spel verder expediëren. Snel genomen deze vrije trap. Prachtige paas. En de eerste 100% kans. Schitterende paas van Roald de Vries op Gökhan Yassar. Zo wilde hij hem hebben. Alleen hij maakt hem niet af. Hij tikt die bal eigenlijk net iets te nonchalant naast de keeper. Prima paas weer van Roald de Vries. Wat dat betreft een prima begin voor Roald de Vries. Benjamin Roemion paast hem op Mike Aris. Mike Aris zet die bal daarvoor. En hoe krijgt hij hem op het doel? Gökhan Yassar. Benjamin Roemion, heel druk daar in het strafschopgebied. En daar, bijna Gökhan Yassar op zijn bijna kale hoofdje. Maar die bal die gaat er net niet in. Roald de Vries met de ingooi. Op Mike Arends. Roald de Vries goed voor zijn man. Mike Arends opnieuw in balbezit gebracht. Keurig werkende. Ja, Gökhan Yassar heeft de bal mee aan Benjamin Roemion. Komt die voorzet, die is laag. Daar is Maurice de Ruiter. Ja, daar zit hij. Eerste instantie kan keeper Bart Woering de bal nog keren van Maurice de Ruiter. Die de bal van de zijkant kreeg van Benjamin Roemion. En zo komt
DVS op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Maurice paast hem gelijk door naar Gökhan Yasar. Gökhan Yasar. Gökhan Yasar. En daar is hij. Oh, hij paast de bal net over de lat. Hij heeft nog een beetje pech, maar oh, oh, oh. Gökhan komt eraan. Komt die corner? Scherp erachterin is die nummer 4. Moet Paul Epping handelend optreden met zijn handen op die kopbal. Daar bijna Gökhan Yasar, die toch nog de bal voor kan weten te plaatsen. En Jelle Wagenaar, oh, die verliest daar op een ongelukkig moment de bal. En zit hij er nou in? Zit hij er wel in? Zit hij er niet in? Hij zit er niet in. Hij zit er niet in. Paul Epping gaat toch gewisseld worden door Todori Velanas. Die maakt hier, denk ik, ook gewoon regelrecht zijn debuut voor DVS 33. Voor het eerste van DVS 33 in een competitie in ieder geval. Hij heeft toch net even iets te veel last van die knie. Paul Epping. Applaus voor Paul Epping. Vrije trap. Maurice de Ruiter. Zou hij nog wat kunnen? Oeh, daar toch. Ik dacht echt aan Maurice de Ruiter. Maar het is Niels Buitenhuis. Die toch heel slim die vrije trap nam. En op een goede manier. Robert de Vries. Mooie paas. Gökhan Yasar. Yasar. Oh, bijna. Bijna, bijna was het zover. Toch een hele slimme beweging van Gökhan Yasar. En zijn maatje Yakubi van Jong FC Utrecht. Die sprong al een beetje omhoog. DVS die in de tweede helft ook alweer kans heeft gehad om de voorsprong te verdubbelen. Nu de bal op het hoofd van de nummer 3, Guus de Vries. Zit hij weer tussen? Gaat hij hem nu scoren? Nee, op de voeten van keeper Bart Woering. Zonde. Robert de Vries. Benjamin Roemion met de voorzet. Oh, dan moet die keeper. Heeft daar aardig last mee. Moet hem via de vuist tot corner verwerken. Altijd wel heel leuk om te zien. Heiko Epen met de ingooi. En nu weer terug naar Heiko Epen. Marcel. Och, 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 wat is dit mooi. Tussen Maurice de Ruiter en Mike Arends. Als hier een doelpunt uitkomt, dan is die toch wel heel erg mooi. Dan krijgen we heel veel views. Oh, nee, 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 toch niet. Jammer, jammer, jammer. In samenwerking met Yasar. Prima paas, Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Oh, 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 oh. Dit is toch weer zo'n heerlijke poging. Maar net, 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 net niet. Als dit DVS maar niet gaat opbreken. Maar maak me daar ook totaal geen zorgen over. En publiek wacht er met spanning op. Spelers kijken, coachen. Goed op positie blijven spelen. En geen enkel punt. Vangbal voor Todori Velanas. Basile Kamara. Met een lange bal probeert hij daar Benjamin Roumillon te bereiken. Maar dat lukt nu alsnog via Kai Velda. Benjamin Roumillon. 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 Die gaat er alleen vandoor. Roumillon. Wat gaat hij doen? Ja! Het is zover! Het is zover! Eindelijk! Oh, ze belonen zichzelf. Het is weer Benjamin Roumillon. Ik word daar helemaal emotioneel van. Wat een schitterende actie. Hij weet precies het hoofd van Gökhan Yasar te bereiken. En via dat hoofd van Gökhan Yasar bereikt DVS 33... Die zo lang gekoesterde wens om de 2-0 te maken. Volkomen terecht. Helemaal uit elkaar gespeeld. Benjamin Roumillon. Wat ben je toch een heerlijkheid. Wat een verschil als dat jong erbij komt. Mike Arends opnieuw. Maurice de Ruiter, Mike Arends. Mike Arends. Wat een heerlijke combinatie. Mag wel. Aanval loopt door. Basile Kamara. Naast de goal van Bart Woering. Weer doorstomen naar het doel. Nu weer Koen Vloedgraven. Koen, die daar op het middenveld ook heerst. Prachtige paas op Yasar.
Daniel van Warven. Daniel van Warven. En nu dan, Yasser. Wat gaat hij doen? Yasser, hij gaat voor zijn tweede. Nee. Oh nee, toch net niet. Oh, zonde. Ik dacht, nou, die grensrechter die steekt zijn vlag omhoog. Want die bal is, gaat over, het, over de doellijn. Maar nee, helaas. ik zeg nogmaals, het had eigenlijk 4-5, 6-0 moeten worden. Maar goed, 2-0 is ook goed. Verdedigend zat het heel goed in elkaar. Speeltechnisch zeer dominant DVS spelend. Ja, als nooit tevoren, zeg maar. En daar weer een prachtige beweging in dit geval van Koen Vloedgraven. En daar is bijna Daniel van Warven erbij. Maar die kwam daar net niet bij. En de scheidsrechter maakte er een eind aan. Voor DVS TV de wedstrijdanalyse samen met de trainers van ACV, Fred de Boer en Bert van Hunestein, de trainer van DVS 33. Fred, welkom voor DVS TV. Wat voor wedstrijd heb jij gezien? Een wedstrijd dat wij de onderliggende partij waren, eigenlijk vanaf begin af aan. Nou, dat heeft zich eigenlijk door de hele wedstrijd voortgezet. Dus als je goed kijkt, denk ik dat DVS ons heeft laten leven. Dus het is maar 2-0 geworden. Maar de werkelijkheid is denk ik groter dan de 2-0 nederlaag. Wat had je beter kunnen doen dan wat de ploeg gedaan heeft? Ja, de ploeg moet het natuurlijk doen, maar... Ja, nee, kijk, ik ga geen hele specifieke dingen noemen. Maar je ziet wel dat we moeten wennen aan het niveau. Dus dat zit hem in fitheid, maar het zit hem ook in handelingstempo. Het zit hem ook in dat een tegenstander sneller en vaardiger is. Dus je krijgt allemaal snellere keuzes. Wanneer doordekken, wanneer terugstappen, wanneer doorcoachen, overnemen. Nou ja, en al die dingen zie je dat we nu op dit moment nog een stapje tekort komen. Dat zie je letterlijk. Dus dan kom je stapjes tekort. Dus moet je heel veel loopwerk doen. Nou, de jongens werken heel hard, maar we komen eigenlijk net overal tekort. Dus krijg je niet of nauwelijks de ruimte om te voetballen. Niet of nauwelijks kansen. En DWS wel per helft zeker een handvol echte kansen. Nou ja, dan is er maar één terechte winnaar en dat is DWS. En voor ons is het gewoon, wij weten, we zitten op een hoger niveau. Nou ja, wij moeten het ons nog verbeteren. Dat heb ik net tegen de jongens gezegd. Dus je moet uithuilen en heel rustig beter worden. Heldere analyse. Bedankt. Ik word er verlegen van dat soort complimentjes. Heb jij daar ook last van, Bert? Nee, in het leven kun je nooit complimenten genoeg krijgen. Maar ik word nog gelukkiger van winstpartijen. En vandaag waren wij de winnaar, dus dat voelt goed. Enige smetje? Ja, kansen. Het is ongelooflijk. Maak het een geintje met Geukan. Hij 1 op 11 loopt hij. Dat is normaal met een auto misschien best wel goed. Misschien, maar in de voetballerij is dat gewoon niet goed. Maar dat weet hij. Hij staat zo gruwelijk scherp. Hij wil zo graag. Ja, het is jammer voor hem dat hij niet nog een paar bijgeprikt heeft. En dat is ook jammer voor de groep, want ik denk dat we veel goed gedaan hebben. Alleen in die eindfase hadden we nog dodelijker moeten zijn. Is dit een beetje wat jij heel graag wilt met deze groep, zoals we vanmiddag gezien hebben? Nou ja, wel qua spelopvatting en wat je verwacht van een groep. En ik vind wel dat als je in de top mee wil doen, dan moet je inderdaad, wat Fred ook zegt, mag je tegenstander niet laten leven. Want in de eerste helft hebben we ACV lang in de wedstrijd gehouden. En je ziet gewoon bij standsituaties hebben ze nog echt wel een boel jongens die het verschil kunnen maken. Dus hij kan zomaar op 1-1 komen. En ik vind dat we daar sneller en beter in moeten handelen om het eerder voor elkaar te maken. We hebben natuurlijk wel heel veel kansen gehad, maar ook verdedigend vind ik dat ze toch naar elkaar toe groeien en echt als een team opereerden. Ja, dat is waar. We hebben vandaag geleerd van de wedstrijd van Dovo natuurlijk, of van de week hebben we daarvan geleerd. En dat pak je vandaag, pakt dat veel beter uit. We spelen vrij aanvallend, maar dan moet je elkaar achterin blijven helpen. En zeker in de middenvelders moeten negatief durven te blijven denken ook. En ik heb een hele goed moment in gezien, maar het is wel zo, ACV is een groep in ontwikkeling in de derde divisie. En het biedt ons helemaal geen garantie voor die weken erop. ACV gaat hier nog heel sterk uitkomen, dat weet ik zeker, want Fred heeft het vorig jaar ook laten zien. Dus wij moeten hier nu even van genieten, maar achteroverleunen, dat gaat nog niet gebeuren. Je gaat er sterk uitkomen, Fred. Heb je het gehoord? Hendricks, is hij nog langer geblesseerd? Ja, ik heb het nooit over spelers die er niet zijn. Dus dat doe ik nou ook niet. Er zijn ook geen excuses. Gewoon, we zijn op dit moment niet goed genoeg. Dus het enige wat wij kunnen doen is step by step verbeteren. Nou ja, ik denk dat we al een stapje gemaakt hebben qua conditie deze week. Maar je ziet ook in handelingstempo. Vorige week konden we een uur lang heel goed meevoetballen. En waren wij de dominante kant. Alleen vandaag was je de onderliggende partij. Nou, dat gaan wij vaker meemaken. Nou ja, dat moet je dan maar absorberen, noem ik dat maar. Mentaal en in speelstijl moeten we dan maar eens even kijken wat dan echt het allerbeste is voor ons. Want je hoeft niet altijd de betere zijn om toch weerstand te kunnen bieden. Dus daar moeten we nog in zoeken van, ja, wat kunnen we zelf? En wat moet je ten opzichte van een tegenstander? Nou, vandaag, dankjewel voor de les.
Ja, dat is ongelooflijk. Je hebt een beetje hetzelfde taaltje als Foppe de Haan. Kaart je daar wel eens mee of niet? Nee, ik ben een Fries en ik heb op het Sios gezeten samen met Foppe de Haan. Ik heb met hem samengewerkt bij Sportclub Heerenveen. Dus het zou heel goed kunnen dat je er wat Friesisme in ziet. Maar, okay. Mooi om te horen. Veel succes. Komende. Welke wedstrijd volgende week? Een derby, Harkemaarse Boys. Heel veel succes. Dankjewel. Okay, bedankt voor dit. Jullie, volgende wedstrijd? Ja, we mogen uit naar Spakenburg natuurlijk, dus gezellig. Lekker potje? Ja, fantastisch. Doe het voor. Okay, Bert, bedankt voor deze galavoorstelling. Graag gedaan. Naast mij, man of the match. We hebben hem een tijd gemist. We misten hem ook enorm, mag ik wel zeggen. Maar we hebben dubbel genoten zoals hij weer terug is gekomen. Benjamin Roemion. Ja, dankjewel Piet. Ik heb het ook gemist, voetballen. Dus, maar ik heb alles thuis op orde gemaakt en we zijn er weer. Ik ben blij om te spelen. Dat ik die vertrouwen krijg van trainer om zo snel te spelen. Dus, en het ging lekker. Dus. Fantastisch. Ik had jezelf verleden week al meegenomen naar Veenendaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Want de laatste 20 minuten had je misschien daar ook nog wel het verschil kunnen maken. Maar goed, dat ga je maar even met de trainer bespreken. Nee, hoeft niet meer hoor. Maar wat heerlijk. Hè? Zo wil je voetballen, zoals vanmiddag. Ja, precies. Ik denk als wij als groep zijn een lekkere wedstrijd speelden. Ik tenminste, verdedigend stond er ons mannetje. Volgens mij hebben we weinig weggegeven. En aanvallend hebben we veel kansen gecreëerd. Niet alles afgemaakt. Het had misschien wel 4-5-0 kunnen worden. Maar 2-0 is ook voldoende. Winnen is winnen. Dus. Twee van deze assisten. Benjamin, voor mij mag je zo doorgaan. Ja, precies. Assist is even belangrijk als goal. Dus het ging wel lekker. Het ging wel lekker. Dus daar ben ik tevreden mee. Ik zou zo zeggen, Benjamin, go on. Ja, ik ga zo verder. Tenminste, ik probeer stap voor stap lekker mijn niveau te halen en zo door blijven gaan. Dus we zullen zien volgende week. Top. Dankjewel. Bedankt. Oké. Okay.